Jarne, vertel eens, hoe heb je de wedstrijd beleefd? Ik denk dat wij toch de betere ploeg waren. En op het einde hadden zij gewoon vooral de bal naar voren gespeeld. En moesten wij er alles aan doen om die match nog te winnen. Maar spijtig genoeg niet gelukt. Maar ik denk dat wij toch verdienden om die match te winnen. Dus ik ben wel een beetje teleurgesteld, ja. Het was een beetje een verrassende opstelling van jullie coach, maar het liep goed, hè? Ik weet niet of het zo verrassend was. Natuurlijk, het is spijtig. Je creëert inderdaad die kansen en dan maak je het niet af. En dan laat je de verdiende overwinning hier in Luik achter. Ja, misschien dat we er niet genoeg in geloofden. En er niet genoeg in geloofden om die goal te maken. En dat we daarom die match niet hebben gewonnen. Maar dit geeft toch goede moed, denk ik, dan voor inderdaad, je haalt het zelf al aan, de beker. Hè? Inderdaad. Die match zullen we dan echt moeten winnen om dan naar de finale te gaan.